got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Veiligheid voor alles, zoals jullie zien. Want bij binnenvuurwerk, daar hoort natuurlijk een veiligheidsbril. Maar met die veiligheidsbril op kun je dan natuurlijk wel hele coole dingen doen. Hier voor mij zitten allerlei kinderen zelf vuurwerk te maken met allerlei chemicaliën. Zo hebben we lithiumsulfaat, wat een hele mooie rode gloed geeft. En we hebben kopersulfaat, wat een heel mooie groenblauwe gloed geeft. En dan natuurlijk voor de sparkling sterretjes het ijzerpoeder. Vandaag zijn we in Sittard Geleen om de kinderen extra te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. We hebben een hele mooie samenwerking met Sabiek en de gemeente Sittard gevonden. En de organisatie van Winterdroom. Om kinderen op een hele leuke, enthousiaste manier kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Alsjeblieft, en smakelijk. Ja, en gemist zijn ze cocktail. Je mag hier gewoon drinken. Let op, als je zometeen een klein hapje glas neemt. Zo. En dan hou je glas achter je rug, blaas je het uit. Papa en mama schrikken. Heerlijke, wolkerige drankjes. Gemaakt van droog ijs met een heerlijke ranja. Of in dit geval een dubbel frisje. Het maakt allemaal niet uit, maar het ziet er heerlijk uit en het smaakt. Dit is gewoon het mooiste wat er bestaat. Kinderen zijn altijd bezig met experimenteren. Ieder ding wat ze leren is nieuw. En om dat extra te stimuleren op deze manier is helemaal fantastisch. Hoi, professor Amazing Andres hier in de Paardenstraat in Sittard op de Science Night van Mad Science. En zoals jullie achter mij kunnen zien worden er allemaal lekkere dingen klaargemaakt op het vuur. En daar verder achter in de tenten worden nog veel meer leuke experimenten gedaan. Wat ga je maken van dat prutje wat je daar hebt? Een sneeuwpop. En wat gebeurt er nou? IJs? Maar je hebt het helemaal niet bevroren. Nee. Is hij al klaar om een sneeuwpop van te maken, denk je? Ja, en nee. Ja, ik denk het en nee, ook nog niet. Waarmee heb je dat gemaakt? Met water en nog een beetje poeder. Hier krijg je bijna geen bolletje van. Wat heb je nog meer gebruikt? Een sjaaltje en nog een neusje. En dan pakken we het doekje en stoppen we het in de hand, zodat niemand het kan zien. Jawel! Oké. Stoppen hem nog iets verder. Drie, doe nog 1, 2, 3 met z'n allen. Jongens, hokus, pokus, praatjes, pas. Ik wou dat dit doekje verdwenen was. We hebben een heel leuk, enthousiast en uitgebreid team. We hebben onze hulp moeten inroepen van het kantoor in Best. Dus we zijn nu met een man of 27 op pad om alle kinderen te voorzien van de leuke proefjes, de rook, het vuur en alles wat erbij komt kijken. Als je kijkt dat we met eigenlijk minimale middelen zo'n middag voor elkaar hebben gekregen, met zo'n goede opkomst van de kinderen, met zo'n leuke positieve berichten van de ouders, kan ik alleen maar concluderen dat dat in ieder geval goed kan krijgen. Kun je nog steeds je vingers zo bewegen? Ja. En ze alle 10? Ja. Ja, nee, dat is er niks aan de hand.